Even kijken. Goedemiddag, uh, allemaal en welkom bij deze gratis cursus van ARW. Jullie hoeven allereerst uh, niet je camera aan te doen, hoor. Want dat lijkt me voor jullie niet zo prettig. Uh, bij normale cursus is het wel zo dat het allemaal een stuk interactiever is. Maar ik zal jullie dat uh, vandaag uh, besparen. Ik verwacht namelijk dat jullie uh, natuurlijk wel alle stof wel heel goed hebben bijgehouden. Maar nog niet uh, heel erg goed in de tentamenstof zullen zitten. Dus wees niet bang. Uh, we gaan ook wat tentamenvragen bekijken. Maar ik zal ze. Vandaag gewoon allemaal zelf beantwoorden. Dus je kunt gewoon rustig achterover zitten en uh, luisteren. Even kijken. Uh, Pieter heeft geen geluid. Even kijken. Um... Even kijken. Ja, de rest. Is... Hoort mij wel. Ik denk dat dat aan jullie kant ligt. Ja, want ik, ik heb het net ook even op mijn laptop gekeken en het uh, doet het wel. Uh, je, je moet ergens dan waarschijnlijk dru uh, drukken: Join with uh, computer audio. Als je daarop drukt, dan geef je toestemming om uh, uh, van je computergeluid uh, uh, gebruik te maken. Dus waarschijnlijk ben je dat uh, vergeten ergens te doen. Um, nou, ik uh, zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Jason. Ik uh, ben al drie jaar docent bij uh, Athena Studies. Uh, dit wordt de derde keer dat ik... Uh, ARW ga geven. Uh, ik heb vorig jaar mijn bachelor afgerond en ben dit jaar begonnen aan... mijn master. En in het kader van uh, de master die ik doe... Uh, zit ook een praktijkonderdeel, of twee partij, uh, praktijkonderdelen eigenlijk. En dan ga ik ook stage lopen bij twee advocatenkantoren. Nou, dan even... Vandaag is een voorproefje van hoe de cursus uh, in zijn werk gaat. Uh, er zitten wel wat verschillen met de volledige cursus. De volledige cursus is tien uur, dus ik ga hier even wat kleine onderwerpen bespreken. Maar met de volledige cursus is alles. Uh, bij de volledige cursus krijg je een boekje. En het boekje is ook los te bestellen via athenasummary.nl. Uh, we leggen de stof per week uit. En ook de toepasselijke arresten leggen we per week uit of geven de rechtsregel van. Nou, een voorbeeldje van die arresten is uh, via de link hieronder te vinden. We hebben de rechtsregel heel kort samengevat. En dan maken we ook tentamen of oefenvragen per week. Tentamenvragen zijn vragen uit echt oude tentamens En oefenvragen zijn vragen die we zelf hebben bedacht. Nou, we zitten nu met een behoorlijk grote groep in deze, uh, uh, in deze cursus. De normale groep is een, uh, een stuk kleiner. Dus daar is ook uh, veel meer aandacht voor persoonlijke vragen, et cetera. Um, ook uh, is het zo dat we bij ons op al onze eerstejaarscursussen niet gehaald geld teruggarantie, hebben. Ook op de tweedejaarscursussen. Uh, en daarvoor is het niet vereist dat je lid bent van de JV of enige andere uh, vereniging. Als je de cursus hebt afgenomen, dan heb je daar in beginsel gewoon recht op. Um, en mocht je dit nou, een, nou ja, fijn vinden, dan is er een kortingscode: EarlyBird 15. En die is de komende 24 uur geldig. Dan krijg je 15% korting uh, op de volledige cursus. Maar als het goed is, krijgen jullie ook nog een mail van een collega van mij die um, dat daar ook nog even inzet. Maar dan weten jullie dat alvast. Nou, we gaan even een paar uh, dingen bespreken. Uh, en allereerst wilde ik even beginnen. Jullie hebben het waarschijnlijk in de werkgroep ook al gehad. Um, maar uh, dit komt ook eigenlijk altijd wel terug op het tentamen. Uh, er zit altijd namelijk wel een vraag in op het tentamen. waarin je moet bewijzen of iets een wet in formele zin is. Of een andere variant. Een algemene maatregel van bestuur. Zo'n vraag kreeg je eigenlijk altijd wel op het tentamen. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je allereerst die wet gaan opzoeken in je wettenpunnel. Nou, dat kan voorin in het alfabetische register. Dat zal ik nu even laten voor wat is. Ik hoop namelijk dat jullie dat bij rechtsvorming en vinding al hebben gedaan. Maar als je dan de wet hebt gevonden, hier de Vreemdelingenwet 2000, het zal een beetje klein zijn. Maar je kunt mijn schermpje als het goed is vergroten. En waarschijnlijk weten heel veel van jullie al. Maar dan staat boven de artikelen van die wet staat de wat we noemen de considerans. En die considerans die moet je er bij een dergelijke vraag uh, bij pakken. Ik heb die considerans even hier, of de tekst daarvan althans, heb ik hier op de PowerPoint gezet. Dus je hoeft het nu zelf niet op te zoeken hoor, maar dan weet je hoe je dat kan vinden. En als je die considerans bijpakt, dan uh, staan er bepaalde signaalwoorden in die considerans. En het eerste signaalwoord dat in die considerans staat, dat is bij Beatrix of, als de wet recenter is, bij Willem-Alexander. En als dat er staat, dan weet je dat de regering aan het woord is. In artikel 42, lid 1 van de grondwet staat namelijk dat de regering wordt gevormd door de koning en de ministers. Staat er bij Beatrix of bij Willem-Alexander, dan weet je in ieder geval dat de regering bij deze, nou ja, bij deze regel is betrokken. Bij deze wet is betrokken. En dan is er een volgende uh, signaalwoord: is het dat de Raad van State is gehoord. Zo is het dat wij de Raad van State hebben gehoord, staat het in dit geval. Dus dat is het volgende signaalwoord. Als er namelijk staat dat de Raad van State is gehoord, dan kan het een wet in formele zin zijn. Dat hoeft niet per se, gaan we zo zien, maar dan kan het een wet in formele zin zijn. In artikel 73, lid 1 van de Grondwet, staat namelijk de Raad van Staten of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, als mede over voorstellen tot goedkeuring. Nou, dat laatste boeit niet zo heel veel. Maar het belangrijkste is dus dat de Raad van State moet worden gehoord over voorstellen van wet en over eh, ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur. En op het moment dat in de Grondwet wet staat, dan wordt, daar, wordt daarmee bedoeld wetten in formele zin. Als in andere wetten dan de Grondwet wet staat, dan hoeft dat niet per se zo te zijn dat een wet in formele zin wordt bedoeld. Maar in de Grondwet, als daar wet, iets van wet staat, wordt er altijd bedoeld wet in formele zin. Dus de Raad van State moet worden gehoord over, onder andere, wetten in formele zin. Artikel 73, lid 1 van de Grondwet. Maar dan zijn we er nog niet, want we gaan zo zien dat we tot op dit punt nog twee kanten op kunnen. Alleen het laatste signaalwoord, als dat er wel of niet staat, dat geeft de doorslag voor het bewijs of iets een wet in formele zin is. En dat is in dit geval, en met gemeen overleg der Staten-Generaal. Als je namelijk en de regering en de Staten-Generaal. In die considerant ziet, dan weet je dat sprake is van een wet in formele zin. Want in artikel 81 van de grondwet staat de vaststelling van wetten. En nogmaals, als er in de grondwet staat wetten, wordt daarmee bedoeld wet in formele zin. De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten Generaal gezamenlijk. Oftewel, als de regering en de Staten Generaal bij de totstandkoming zijn betrokken, is sprake van een wet in formele zin. Nou, en dat zien we hier in de considerant beide bij betrokken. Dus dan is sprake van een wet in formele zin. Nou, nu staat er in het boek Verheugd, hè, dat blauwe boek wat jullie uh, moeten uh, lezen voor dit vak, uh, staat dat een ezelsbrugje is dat je aan de naam van de wet kunt aflezen of iets een wet in formele zin uh, is. Als er namelijk de term wet in staat, dus vreemdelingenwet, dan is er automatisch sprake van een wet in formele zin. En dat ezelsbruggetje, dat klopt ook. Alleen moet je het op het tentamen echt bewijzen. Dus dan is het onvoldoende om dat op te schrijven. Dan krijg je vaak nul punten, heel misschien soms één. Onvoldoende om op te schrijven, Het is hier sprake van een wet in formele zin... want er staat vreemdelingenwet. Nee, je moet het op deze manier bewijzen. Dus met deze drie stapjes. Of als er niet een wet in formele zin is... volgende slide, gaat het op deze manier. We zien hier namelijk een besluitruimtelijke oordeling. Dat is geen wet in formele zin. En hoe gaan we dat bewijzen? Nou, we gaan weer de eerste twee stapjes zetten... De regering is hierbij betrokken, artikel 42, lid 1, grondwet. Dus de regering is bij, de wet, of, uh, bij, de, uh, bij dit besluit ruimtelijke ordening betrokken. Artikel 73, lid 1, grondwet: de Raad van State is gehoord, maar de Raad van State die moet zowel worden gehoord bij de totstandkoming van wet in formele zin, maar ook bij de totstandkoming van al algemene maatregelen van het bestuur. Dus de doorslag is: staat hier met gemeen overleg de Staten-generaal of iets dergelijks? Nee, dat staat er niet, dus dan is niet sprake van een uh, wet in formele zin. Maar van een algemene maatregel van bestuur. En waaruit blijkt dat dan? Want dat wordt vaak vergeten. En dat moet je dan nog wel opschrijven. Dat blijkt uit artikel 89, lid 1 Grondwet. Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld. Dus door alleen de regering. Nou, en door deze drie stapjes te zetten. Dus ofwel in de zin van een wet in formele zin. Ofwel een algemene maatregel van bestuur. Kun je vaak die vijf punten die je voor zo'n vraag krijgt verdienen. En zo'n vraag zit er eigenlijk altijd wel in als je dit een keer hebt gezien, misschien op de werkgroep ook al, dat jullie in ieder geval die punten halen. Nou, nog iets anders wat er vaak in zit. Jullie krijgen het trouwens na afloop deze powerpoints ook toegestuurd. Hè? Dus uh, mocht het soms iets te snel gaan, je kunt het altijd nog even nalezen. Iets anders wat er altijd ook in staat, is uh, een vraag over de competentie. Oftewel de bevoegdheid in eerste aanleg, de bevoegdheid van de rechter. Nou, en hoe doe je dat? Uh, dat gaat op de volgende manier. Allereerst moet je je afvragen: met wat voor zaak heb ik te maken? Heb ik te maken met een civielrechtelijke zaak, een bestuursrechtelijke zaak, een belastingzaak of een strafzaak? En ik kan je al vertellen. In het ARW 1 tentamen, zelfs 80% van de gevallen ongeveer, is sprake van een civielrechtelijke zaak. Bij ARW 2 komt namelijk de focus op strafrecht en uh, bestuursrecht. En belasting, dat komt pas uh, ja, als je die richting fiscaal recht gaat doen. Dus over het algemeen civiel recht zal er sprake van zijn, maar het kan wel, het is wel eens voorgevallen, dat er st een strafzaak in zat. En waarom is dat nou belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat je dan aan de hand van de volgende artikelen de absolute competentie bepaalt. Artikel 42 tot en met 45 van de wet, -RO, de wet op de rechtelijke organisatie. Er zit als het goed is een tapje bij als je de tapjes in je wet hebt. Uh, ge geplakt. Nou, en als er dus sprake is van bijvoorbeeld een strafzaak, wat over het algemeen zo zou zijn, dan moet je artikel 42 opschrijven, zou sprake zijn van een. Uh, of een civiele zaak, pardon, zou sprake zijn van een strafzaak, dan zou je moeten opschrijven artikel 45, wet RO. En die andere twee heb ik nog niet eerder gezien. Nou, en dan, die, uh, op die manier bepaal je dus de absolute competentie. In die artikelen staat namelijk, ik lees even artikel 42 voor, de rechtbanken nemen in eerste aanleg kennis van alle burgerlijke zaken, behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen. Dus hieruit blijkt dat de rechtbank absoluut bevoegd is. Bij een civiele zaak ben je er alleen nog niet. Bij een civiele zaak moet je namelijk nog een stap zetten. En dat is ook de reden waarom die vaak in de tentamen zit, omdat je dan meer kennis blijkt. Bij de civiele zaak moet je namelijk naast artikel 42 wet RO ook nog artikel 93 rechtsvordering gaan bekijken. En dat staat, als het goed is, ook een tapje bij, zit daar iets voor in je wettenbundel. Als je namelijk artikel 93 rechtsvordering erbij pakt, staat er door de kantonrechter worden behandeld en beslist en dan eigenlijk kort samengevat in sub A vorderingen van maximaal 25.000 euro. Dus je hebt een bepaalde bevordering van maximaal 25.000 euro... dan is de kantonrechter sowieso bevoegd. Ook vorderingen met een onbepaalde waarde... maar met een duidelijk maximum van 25.000 euro... is de kantonrechter bevoegd. Nou, waarbij moet je dan denken... stel, één van jullie maakt mijn laptop kapot... En, of laat mijn, laat mijn laptop vallen en het scherm ziet zwart. En nog niet helemaal duidelijk is of... Uh, mijn laptop helemaal volledig kapot is en die voor 700 euro opnieuw moet worden gekocht, terwijl ik voor 700 euro schade heb, of dat uh, alleen het scherm moet worden gerepareerd, wat misschien 100 of 200 euro kost. Dat is niet helemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat de vordering in ieder geval niet meer dan 25.000 euro gaat belopen. dus kantonrechten bijvoorbeeld. Nou, dat was sub B, dan sub C: zaken betreffende arbeidsagentuur, huur, huurkoop of consumentenovereenkomst. Nou, mocht je op, tentamen, uh, op het tentamen een casus krijgen waaruit, waaruit gebruik wordt gemaakt van één van deze speciale overeenkomsten, dan hoef je niet meer te letten op de uh, uh, waarde van de vordering. Dus als er staat dus een sprake van een consumentenovereenkomst, dan let je niet meer op de waarde van de uh, uh, vordering. Dan is namelijk sowieso de kantonrechter bevoegd. Dus stel ik koop een auto van 100.000 euro, van 1 ton, een behoorlijk bedrag. Dat is veel meer dan 25.000 euro. En ik koop die auto niet in na nou, van bedrijf of zo, maar gewoon als consument. En ik ga er lekker in rijden. En op een gegeven moment doet die auto het niet meer. Het is een elektrische auto van Tesla. En hij doet helemaal niks meer. Helemaal kapot. Dus ik heb een vordering van 100.000 euro. Nou, dan zou je op sub A en sub B denken van kantonrechten niet bevoegd. Maar naar sub A en sub B kijken we niet meer. We kijken alleen naar sub C. En dan komen we tot de conclusie dat. Alsnog de kantonrechter bevoegd is, omdat het hier gaat om een consumentenovereenkomst. Dus dan moet je ook niet sub A en sub B opschrijven. Dat gaat namelijk ook nog soms wel eens fout. Nou, en dan het laatste, sub D. Natuurlijk, als de wet aangeeft dat de kantonrechter bevoegd is, dan is de kantonrechter ook bevoegd. Maar die komt eigenlijk op tentamen Dame HW, heb ik die niet eerder gezien. Nee. Nou, en op deze manier heb je dus de absolute competentie bepaald. Bij um, uh, civiele recht moet je nog een extra stap zetten, hè. dus artikel 42 en artikel 93, Ene van de Wet RO, andere van rechtsvordering. Bij de andere um, hoeft je alleen maar het eerste artikel op te schrijven, dus het artikel 42 tot en met 45, welke dan ook van toepassing is. Maar dat is de absolute competentie en de absolute competentie houdt dus in van wat voor soort gerecht is bevoegd. En um, dat kan dus zijn even weer een civiele zaak, kan zijn de rechtbank sector civiel of de rechtbank sector kanton. Maar dan zijn we er nog niet. We willen namelijk ook de relatieve competentie weten, ofwel waar zit het gerecht? Waar is het gerecht geplaatst dat bevoegd is? Dat willen we ook nog weten. Nou, en even weer vanuitgaat dat je een civiele zaak krijgt. Want dat is eigenlijk tot nu toe alleen nog maar voorgekomen. En over of het, of het algemeen of, het is eigenlijk alleen nog, ook maar zo gebeurd dat er een dagvaardingzaak is. En als dat het geval is, dan ga je kijken naar de artikelen 99 tot en met 109 rechtsvorten. Daarin staat namelijk waar het gerecht ligt dat bevoegd is. En art, in artikel 99 staat de hoofdregel. Daarin staat namelijk tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd de rechter van de woonplaats van de gedaagde. Dat is de hoofdregel. Rechter, woonplaats, gedaagde, bevoegd. Alleen in, het is, alleen in het recht is het zo dat waar een hoofdregel is, er ook altijd uitzonderingen zijn. En ook zo hier. Um, en die staan in de daaropvolgende artikelen. En dan gaan we bijvoorbeeld even kijken naar um, artikel 100. Um, uh, nee, ik doe even 101. Hier is namelijk iets korter. Kan ik wat makkelijker lezen nu. Eh, in zaken betreffende overeenkomst, die wordt gesloten door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. En een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is medebevoegd de rechter van de woonplaats of bij gebreken daarvan van het werkelijke verblijf van die natuurlijke persoon. Oftewel, bij consumentenovereenkomsten is naast de hoofdregel van artikel 99, want er staat mede bevoegd, is naast de hoofdregel van artikel 99 de rechter bevoegd van de woonplaats van de consument. Dus stel ik heb die auto van het voorbeeld van net weer gekocht, een auto van 100.000 euro en die heb ik in Amsterdam gekocht. Nou, ik woon zelf in Groningen. Dan blijkt dus uit artikel 99 dat de, recht, de rechtbank in Amsterdam bevoegd is, sector kanton hè? En uit artikel 101 blijkt dat mede bevoegd is de rechtbank sector kanton in Groningen. Nou, daar is dus sprake van medebevoegdheid. Op een dame moet je echter Goed lezen, want het kan ook soms zijn dat er niet sprake is van medebevoegdheid, maar van een uitsluitende bevoegdheid. En dan wordt de hoofdregel van artikel 99 volledig opzij gezet. Dat is bijvoorbeeld het geval in artikel 103. En dan de tweede zin. In zaken betreffende huur van woonruimte of huur van bedrijfsruimte is echter uitsluitend bevoegd rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. Dus hier staat uitsluitend. Dat betekent dat niet sprake is van medebevoegdheid, maar dat maar één rechter bevoegd is. Dus dan wordt de hele hoofdregel van artikel 99 opzij gezet. Nou, bij deze artikelen moet je dus goed lezen op het tentamen eh, en goed controleren. Nou, dit zijn even twee vragen die eigenlijk altijd in het tentamen terechtkomen. Um, Daarom wilde ik jullie deze ook meegeven, want dan hebben jullie hopelijk al uh, de punten die daarvoor uh, vergeven worden, hebben jullie dan hopelijk al binnen. Uh, dan wil ik jullie nu even meenemen naar week 5. Dat hebben jullie vorige week de colleges van bekeken, om jullie ook even te laten zien hoe ongeveer de weeksbehandeling bij een volledige cursus in zijn werk gaat. Ik ga er wel iets sneller doorheen dan in de volledige cursus, maar dan heb je ook een beeld van uh, hoe, dus, uh, 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 hoe wij een hele week eigenlijk bespreken. Ook aan de hand van tentamenvragen, et cetera. En dat was dus vorige week, uh, het verbindenisrecht. En te beginnen met het eerste deel, verbindenissen uit overeenkomst. Hoe komt nu zo'n verbindenis uit overeenkomst tot stand? Hoe dat gebeurt staat in artikel 6, 217 van het burgerlijk wetboek. Wat staat daar namelijk? Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. En ik hoop dat jullie dat een beetje gaan dagen. Ik ga daar nu niet te veel op in. Maar zowel het aanbod, het doen van een aanbod, als dat aanvaarden van dat aanbod, dat is een rechtshandeling. En omdat het een rechtshandeling is, moeten we ook in boek 3 kijken. Daar staat namelijk een titel over rechtshandelingen. En er staat iets heel belangrijks in artikel 33. Dus 33 van boek 3, burgerlijk wetboek. Daarin staat namelijk, een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Wat blijkt hieruit? Hieruit blijkt dat dus zowel voor aanbod als voor aanvaarding, dus voor beide rechtshandelingen, is een op een rechtsgevolg gerichte wil vereist die door een verklaring is geopenbaard. Dus er moet aan beide kanten sprake zijn van een wil en verklaring, zowel dus een aanbod als een aanvaarding. Als daar namelijk niet sprake van is, dan gaan we zien dat het vertrouwensbeginsel uh, weer in werking kan treden. Maar daar kom ik zo weer even op terug. Hou dat nog even in je achterhoofd. Overeenkomst komt dus tot stand door aanbod en aanvaarding. En voor dat aanbod en die aanvaarding is dus beide een wil en een verklaring vereist. Verdere vormvereisten zijn er niet, artikel 337, burgerlijk wetboek. In artikel 37 van boek 3 Burgerwetboek wetboek, staat namelijk: Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen met ingebegrip van mededeling in iedere vorm geschieden. En kunnen zij in één of meer gedragingen besloten liggen. Dus daaruit blijkt dus dat voor die verklaring in beginsel geen vorm vereist is. Daaruit kunnen we ook afleiden dat een overeenkomst in beginsel op heel veel manieren tot stand kan komen. Bijvoorbeeld hier op een bierviltje, dus een aanbod. Dat een bepaald bier weer opnieuw wordt gebrouwen en een aanvaarding door een handtekening. Of in een appgesprek, op het rechterplaatje, wordt ook een aanbod gedaan om te draaien voor 500 euro en dat wordt aanvaard. De precieze bewoording van die aanvaarding maken niet zo heel veel uit. Sterker nog, die aanvaarding hoeft niet eens, en ook dat aanbod, hoeft niet eens op schrift te zijn gesteld. De verklaring, beide verklaringen kunnen ook mondelijk zijn gedaan. En wat uit artikel 37 blijkt, is dat die uh, verklaringen ook in één of meer gedragingen besloten kunnen zitten. Dus stel we hebben een veiling... hebben we een, 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 een veilingmeester... die vraagt of iemand voor 500 euro... Het, uh, het, veiling, uh, uh, het gevelde item wil kopen. Als dan iemand ja zegt... dan kun je dat dus als een aanbod en een ervaring zou je dat kunnen zien. Het is namelijk sprake hoe het hoeft niet per se op schrift te stellen. Sterker nog, je zou ook zelfs je hand opsteken... Zou je ook, zonder verder nog iets te zeggen, zou je onder omstandigheden ook als een, aanbod, uh, of, uh, als een aanvaarding van een aanbod kunnen zien. Dus het is van belang je te realiseren dat het niet per se vereist is, althans niet in beginsel dat een overeenkomst op schrift wordt gesteld. Nou, stel nu dat er wel een verklaring is. Hè? Dus we hebben die verklaring, zoals we hier op het plaatje zien: um, we zien hier een digitale camera en die wordt voor 29 euro aangeboden heb je dus een aanbod? aanbod van een digitale camera. Hè? En dat wordt door een verklaring, staat dat hier, uh, wordt daar hier aan voldaan. Maar ja, digitale camera's zijn over het algemeen natuurlijk best duur. En zo ook deze. Deze digitale camera die kost namelijk eigenlijk 389 euro. Ofwel, de persoon had hem eigenlijk voor 389 euro online willen zetten. Kan je dan sprake dat als iemand hier op in winkelwagen drukt hè, en uiteindelijk afrekent, dat er sprake is van een overeenkomst? Nou, dan gaan we weer terug. Wat is er vereist voor uh, een overeenkomst? Artikel 6217, aanbod en aanvaarding. Hè? Wat is voor zowel aanbod als aanvaarding vereist? Een verklaring. Nou, daarom wordt hier wel voldaan: dat de camera wordt aangeboden voor 29 euro. Um, maar aan die verklaring moet ook een wil ten grondslag liggen. Want artikel 33, een rechtshandeling, vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Nou, wordt aan dat wilselement nu in deze omstandigheid voldaan? Nee, niet aan de aanbodkant. Hè. Aan de aanvaardingkant wel waarschijnlijk, maar niet aan de aanbodkant. Hè. Deze persoon wilde helemaal niet die camera voor 29 euro verkopen. Nou, dan zou je dus in beginsel tot de conclusie komen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Want de wil ontbreekt. Sprake van wils en dan komt in beginsel geen overeenkomst tot stand. En dat klopt ook, maar dan moet je altijd, als je op, het, op tentamen zo'n vraag krijgt, moet je altijd nog een extra stap zetten. Dan moet je namelijk het vertrouwensbeginsel bekijken. Wat staat er namelijk in het vertrouwensbeginsel, artikel 35 van boek 3, tegen hem die eens anders verklaring of gedraging overeenkomstig de zin die hij daarom onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht toekennen heeft opgevat, Als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking. Kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil? Dus uit dat vertrouwensbeginsel blijkt dat als gerechtvaardigd is vertrouwd op de verklaring die is gedaan, dat dan het wil's ontbreken wordt geheeld. Dus dan is ondanks het wil's ontbreken, komt alsnog een overeenkomst tot stand. Maar daarvoor is dus wel vereist dat gerechtvaardigd is vertrouwd. Nou, en als een camera normaal 389 euro kost, en nu voor 29 euro wordt aangeboden, kun je dan spreken van gerechtvaardigd vertrouwen? Nee. hè? Dat is wel zo'n groot verschil, zo'n groot prijsverschil, dat je daar niet gerechtvaardigd op kan vertrouwen. Nou, even een ander voorbeeld uit de praktijk, want dit vorige voorbeeld was ook uit de praktijk. De V wordt voor 347 euro aangeboden. De bedoeling was eigenlijk om het voor 600 euro aan te bieden. Nou, in deze omstandigheid wel gerechtvaardig vertrouwd, heeft de rechtbank geoordeeld. Mocht je een vraag krijgen op het tentamen over het vertrouwensbeginsel, dat je dat moet toepassen, dan krijg je de extreme situatie over het algemeen. Dus dan krijg je de situatie op de vorige slide, hè, 29 tussen, of 389 euro, extreme situatie. Deze situatie, 347 tegenover 600. Daarbij zou je nog iets meer kunnen beargumenteren of wel of niet gerechtvaardigd is vertrouwd. Dus je krijgt vaak de extreme situatie met of een extreem prijsverschil... of een vrij minim prijsverschil. Nou, dan hebben we de wils ontbreken bekeken. Maar er zijn ook wilsgebreken. gebreken. En wat is er bij een wils gebrek aan de, uh, aan de hand? Dan komt de wil wel tot stand, maar er is iets mis met die wil. Um, en daar wil ik even het voorbeeld van bedreiging bij pakken. Stel, um, ik heb hier een uh, wettenbundel. Nou, wettenbundels zijn normaal uh, vrij duur. Hè? Um, en iemand komt met een pistool naar me toe. En zet dat pistool op mijn hoofd. En zegt: Jason, wil je mij die wettenbundel voor 5 euro verkopen? En dan denk ik: Van ja, ik uh, zou die wettenbundel normaal liever niet, uh, niet kwijt willen. Zeker niet voor 5 euro. Ik heb hem zelf nodig voor mijn tentamens. En uh, 5 euro is wel een hele laag prijs. Eh... Uh, maar ja, ik wil ook niet dood. Dus um, als ik uh, deze wettenbundel kan verkopen voor 5 euro. Uh, en ik dan niet doodga. Dan, uh, dan, uh, ja, dan doe ik dat wel. Want ik wil niet sterven. Nou, in zo'n voorbeeld kun je bedenken van hè, mijn wil komt dus wel tot stand. Ik wil uiteindelijk echt wel die wettenbundel verkopen voor die 5 euro. Want als ik dat niet doe, dan ben ik bang dat ik dood ga. Alleen de manier, je merkt het al in de casus die ik schets, de manier waarop die wil tot stand komt is een beetje gek. Hè? Zonder die bedreiging, zonder dat het pistool tegen mijn, mijn hoofd aan was gezet, was die waarschijnlijk niet tot stand gekomen, die wil. En als er sprake is van zo'n wilsgebrek, dus de manier waarop de wil tot stand komt is niet helemaal juist, dan is dus in beginsel wel een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen dan blijkt dat alleen uit artikel 344 lid 1 en artikel 6 228 lid 1 dat je die overeenkomst kan vernietigen. En vernietiging heeft terugwerkende kracht, dat hebben jullie ook al eerder gehad. Nou, en wat is nu het interessante? We gaan deze wilsgebreken even stuk voor stuk bespreken. Maar jullie zien dat drie wilsgebreken in boek 3 staan en één wilsgebrek, de dwaling staat in boek 6. Daar ga ik ook bij beginnen. Maar dat dat in boek 6 staat, dat betekent dat dwaling alleen van toepassing is op overeenkomsten. De andere wilsgebreken zijn van toepassing op alle rechtshandelingen. Maar dwaling dus alleen bij overeenkomsten van toepassing. Nou, wat is er bij dwaling aan de hand? Artikel 6, 228 van het burgerlijk wetboek. Oké, okay, nou allereerst moet er zijn gedraald. Dus er moet iets niet helemaal juist zijn gegaan. Uh, maar dat is niet het enige kenmerk. Het is namelijk ook vereist dat als niet zou zijn gedwaald, de overeenkomst niet tot stand zou zijn gekomen. Oké. Okay? Dus er moet zijn gedwaald en de overeenkomst moet niet tot stand zijn gekomen. Uh, als niet zou zijn gedwaald. Even een voorbeeldje. We zien hier die auto rechts onderin. En die auto is een tweedehands auto. En die mist een rechter Stel dat ik over de telefoon met iemand van Marktplaats bel, want ik heb die auto op een uh, foto gezien. Niet deze foto, want de foto is van de andere kant genomen. Dus ik zie niet dat de rechte wieldop ontbreekt. En ik spreek met die verkoper een prijs af. En we gaan er even vanuit dat de wieldop, want wieldoppen kunnen ook heel duur zijn, maar dat dit een vrij goedkoop wieldopje van plastic is. Nou, ik heb met die, uh, uh, die handelaar op Marktplaats een prijs afgesproken. Uh, en uiteindelijk komen we uh, tot overeenstemming en dan kom ik de auto ophalen. En dan kom ik de auto ophalen en dan uh, rij ik ermee naar huis. En dan zie ik, als ik thuis ben gekomen, zie ik dat een wieldop ontbreekt, het rechte wieldop. Nou, kun je dan zeggen dat er is gedwaald? Althans, ja, er is gedwaald, hè? want ik, ik wist niet dat die wieldop ontbrak. Um, en uh, Dus heb ik gedwaald, want ik dacht dat die wel aanwezig was. Maar kun je ook zeggen, zou ik onder op deze omstandigheden ook kunnen vernietigen? Nou, dat hangt ervan af. Waarschijnlijk niet. Hè? Want stel, ik was niet, had niet gedwaald. Ik had wel geweten dat die rechte wieldop ontbrak. Zou dan de overeenkomst niet tot stand zijn gekomen? Maar waarschijnlijk zou de overeenkomst dan ook wel tot stand zijn gekomen. Hè? Want het is zo'n miniem verschilletje. Vrij eenvoudig kan ik met extra kosten, bijvoorbeeld voor een tientje, uh, zo'n plastic wieldop op zelf kopen. Dus ook als ik dat. Uh, uh, wel had geweten, zou waarschijnlijk de overeenkomst wel tot stand zijn gekomen... en kan ik dus alsnog geen beroep doen op dwaling. Dus dat is wel een belangrijk stapje dat je op het entame nog moet zetten. Nou, en dan moet het karakter van de dwaling... een van de volgende zijn die in de subs staan uitgewerkt. Al eerst, de tweede partij gaf verkeerde inlichtingen... en daarbij kun je het verplicht arrest Pooi Wisman plaatsen. Wat was daar aan de hand? Er werd, was een... Uh, Iemand, een persoon die een mobiele kraan wilde kopen. En hij ging naar, de ver, naar een verkoper van mobiele kranen toe. En hij zei dat hij een mobiele kraan wilde hebben. waarmee hij ook over de weg kon, over de openbare weg. Dus hij had daarvoor een kentekenbewijs nodig. Nou, en toen zei de verkoper van die mobiele kraan. Um, dat hij voor een bepaald type kraan die bij hem stond. wel dat kentekenbewijs zou krijgen. Nou, heel veel later, kentekenbewijs aangevraagd. bleek dat het kentekenbewijs niet werd verkregen omdat de mobiele kraan breed was. Nou, hier is dus... een verkeerde inlichting gegeven. En dan is er dus gedwaald... op grond van sub-A. En wat even het interessante was, of het belangrijke... dat die verkoper van die mobiele kraan... die had die inlichting niet... expres verkeerd gedaan. Dus hij dacht oprecht dat voor deze kraan... wel een kentekbewezen zou worden... afgegeven. Nou, er is wel een verkeerde inlichting geweest... dus kun je spreken van dwaling... op grond van sub-A. De verkoper had dat niet expres gedaan, die verkeerde inlichting. Als hij namelijk dat wel expres had gedaan, hij had wel expres gezegd: van voor deze kraan kun je wel een uh, kentekenwijs krijgen. Terwijl hij wist dat dat niet zou gebeuren, niet zou worden afgegeven. Dan is het niet sprake van dwaling, maar is sprake van bedrog. Bedrog is namelijk het opzettelijk, uh, het opzettelijk uh, doen van een onjuiste mededeling. Dat gaan we zo zien. Maar hier zie je dus ook dat een spanningsveld zit tussen dwaling. En tussen bedrog. Daarom is het vaak in zo'n situatie wordt het je vaak op het tentamen niet afgerekend, als je dan uh, ofwel voor dwaling kiest, ofwel voor bedrog. Althans vaak niet bij ARD. Maar dat dat even het verschil is. Nou, dan sub B, de wederpartij zweegt ten onrechte. Dus de wederpartij had uit zichzelf wat moeten vertellen. Uh, daarbij kun je zeggen van die op, van uh, niet een onjuiste mededeling gegeven, maar het was wel handig geweest als die wederpartij dat had verteld. Er natuurlijk nog steeds wel aan de tweede boeienpoint-kenmerk gedaan, hè? nogmaals gezegd. Of als beide partijen hebben getwaald, sub C. Maar daar is in de kantooros van Stevens Weert ook een belangrijk arrest, verplicht arrest. Is daar wel een nuancering in? Want waar, wat is er in dat arrest bepaald? Um, dat als een zaak later meer waard blijkt te zijn dan waarvoor de uh, verkoper de zaak heeft verkocht, dan ligt dit. Volgens de verkeersopvatting in het risico van de verkoper. En kan geen succesvol beroep betaling worden gedaan. Werd, wat, 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 wat was daar aan de hand? Er werd een, een bekertje, een Kantaros, uh, verkocht voor een heel lullig bedrag. Als ik me goed herinner, iets van 50 euro, maar het precieze bedrag weet ik niet meer. En uh, de verkoper wist niet dat dat een Romeins bekertje was. Dat eigenlijk heel veel waard was. En de koper wist dat ook niet. Dan kwam die koper pas echt vele jaren later, uh, als ik me goed herinner, achter. Nou, dan kun je dus zeggen dat beide partijen hebben gedwaald. Uh, als niet zou zijn gedwaald, zou de overeenkomst niet tot stand zijn gekomen. Hè? Want dan had die verkoper dat nooit voor dit bedrag gedaan. Uh, dus dan zou je in het beginsel zeggen dat een beroep zou kunnen worden gedaan op dwaling. Maar dan blijkt dus uit de kanten ros van Stevens Weert dat in ge dit geval die dwaling voor het risico uh, van de verkoper moet blijven. Dus dan kan er alsnog toch geen beroep worden gedaan. Dan bedrog. Bedrog staat dus weer in boek 3, artikel 344. En dan lid 3 staat hier. En hier moet dus sprake zijn van opzet. Daar zit het verschil met dwaling. Hier moet sprake zijn van opzet. En dat kan een opzettelijk onjuiste mededeling zijn. Maar dat kan ook opzettelijk zwijgen zijn. Nou, oh, daarbij past het verplicht arrest Beukinga van der Linden. Wat was daar aan de hand? Um, er was uh, Beukinga die uh, 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 wilde een uh, cafetaria kopen van Van der Linden. Uh, alleen wat uh, uh, de. Uh, van der Linde zogenaamd was vergeten te vertellen... en dan zogenaamd, ex, moet je eigenlijk zien als expres was vergeten te vertellen... Uh, was dat die cafetaria die uh, Beukenkra zou kopen... dat die over twee maanden zou moeten worden gesloopt op last van de gemeente. Nou, daar, daar kun je je voorstellen, dat had die partij natuurlijk wel moeten vertellen... want als hij dat had verteld, was de overeenkomst niet tot stand gekomen. Of, of een andere kunstgreep met opzet gedaan... In het verheugdboek wordt daarbij het voorbeeld van het terugzetten van de kilometerstand uh, genoemd. Dat is een beetje de restcategorie. Nou, bedreiging, een andere vorm van waarop uh, uh, Wils gebrek tot stand kan komen. Hè. Dat voorbeeld heb ik net al genoemd met dat pistool tegen het hoofd en de verkoop van het boek. Nou, wat wel even van belang is, is dat voor bedreiging vereist is dat die bedreiging onrechtmatig moet zijn. Niet elke bedreiging is namelijk onrechtmatig. Zo is, althans niet in beginsel, maar dat mag je voor HW1 nog wel even vergeten: maar is het niet onrechtmatig om te dreigen met het doen van juridische stappen? Als je dus zegt tegen iemand, je moet dit of dat doen, anders klaag ik je aan, dan is dat niet onrechtmatig. Althans niet in beginsel, maar dat mag je nog even vergeten: dat althans niet in beginsel. Wat ook van belang is is dat de bedreiging uh, geobjectiveerd is. Dus een redelijk oordelend mens moet het als bedreigend ervaren. Nou, je kan je voorstellen, dat stel ik zeg tegen uh, Rico Verhoeven, de kickbokser, dat ik hem in elkaar sla op het moment dat hij niet zo'n mooie auto aan mij heeft kocht. kan je je voorstellen dat Rico Verhoeven niet zo onder de indruk is van daarvan. He, ik ben niet zo'n sterke jongen, uh, dus hij zal daar zeker niet van onder de indruk zijn. Maar we gaan niet kijken naar Rico Verhoeven, we gaan kijken naar de redelijk oordelend mens. En zal de redelijk oordelend mens onder de indruk zijn van die bedreiging? Nou, dat hoop ik dan ergens toch wel. Dus daar moeten we naar kijken. Het is, allereerst moet het onrechtmatig zijn. En tweede, geobjectiveerd. Laatste, pilsgebrek in artikel 344. Staat in lid 4. Misbruik van omstandigheden. Dan wordt er misbruik gemaakt van een bijzondere omstandigheid van een andere persoon tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. Bijvoorbeeld de noodtoestand. Nou, waarbij moet je dan denken? Daar heb ik even dit plaatje bij gestet. Jullie kennen het vast wel. Het cliché uit films dat iemand van een klif valt... en dat de ander nog net de hand weet uit te steken... en de ander vast te pakken. Nou, stel dat dat zou gebeuren in het echt... en die persoon heeft degene met de blauwe jas vast... die daar hangt en die bovenste persoon zegt... ik trek je alleen maar op als je mij daarvoor duizend euro... Betaald, nadat ik je heb gered. Nou, ook hier weer: hè? die persoon die daar eh, onder hangt, die zal echt wel zeggen: als diegene niet ten val wil komen, is helemaal goed, ik betaal je die 1000 euro als je hem nu al, alsjeblieft optrekt. Dus die wil komt wederom wel tot stand, maar ook hier kunnen we zeggen: die wil komt gebrekkig tot stand. De omstandigheden waaronder die tot stand komen, is namelijk niet helemaal juist. Nou, dat was bijvoorbeeld noodtoestand. Dan zijn er nog wat andere uh, categorieën waarbij misbruik van omstandigheden wordt gemaakt. En bij de abnormale geestestoestand uh, hoort ook het Elmt Fire Fireabond arrest. Maar dat laat ik even omwille van de tijd nu voor wat het is. Nou, een overeenkomst komt dus tot stand door aanbod en aanvaarding. Uh, mogen we dan ook alles afspreken in zo'n overeenkomst wat we willen? Ja, eigenlijk in beginsel wel. In beginsel geldt de contractvrijheid. En dat betekent dat we eigenlijk in beginsel alles kunnen opschrijven wat we willen. Maar daar is wel een hele belangrijke grens voor, namelijk artikel 340 burgerlijk wetboek. Wat staat daar namelijk in? Daarin staat dat overeenkomsten niet in strijd met de wet mogen zijn, of, en, en niet in strijd met de uh, goede zeden of openbare orde. Nou, hier uh, rechts. Uh, zie je een plaatje uit de, uit de serie Suits, misschien wel de reden waarom jullie allemaal rechten zijn gaan doen. Uh, en als je dat hebt gezien, dan herinner je misschien nog wel dat in het eerste seizoen uh, Mike Ross op een gegeven moment afspreekt met mensen om um, uh, voor hen het tentamen te maken. En daar krijgt hij dan geld voor. Nou, op een gegeven moment betaalt één persoon uh, niet dat gehele bedrag, maar slechts de helft van wat was afgesproken. Zou je dan kunnen zeggen dat sprake is van een overeenkomst um, uh, en dat Mike Ross dat dus weer bij de rechter kan afdwingen? Nou, dat zou al wel een beetje raaklinken klinken hè, als hij dat zou doen, maar dat kan ook niet. Want deze overeenkomst, als we het even naar Nederlands recht gaan bekijken, deze overeenkomst is uh, in strijd met de goede zeden of de, openbare, de orde, openbare orde en daardoor nietig. Want dat blijkt uit lid 2 dan is zo'n overeenkomst nietig, dus dan wordt die geacht niet tot stand te zijn gekomen. Dus Mike Ross kan het niet alsnog uh, na uh, uh, die nakoming daarvan vorderen. Nou, en die nietigheid, dat kan ook partieel, dus dat een gedeelte van die overeenkomst nietig is, maar de rest van de overeenkomst wel geldig. Even snel daar een voorbeeldje bij. Uh, ik uh, heb ooit gewerkt als, uh, als, uh, als uh, uh, hiker, uh, dan uh, rijd je leaseauto's rond uh, van... van uh, Klant A naar klant B, eigenlijk. Um, en um, nou, je wisselt veel van auto's. En wat ik één keer niet zo handig had gedaan, dat was vrij dom. Maar dat was diesel in een benzineauto gooien. En dat zal ik je niet aanraden om te doen. Uh, want dan stopt die auto er op een gegeven moment mee. En dat was ook bij mij het geval. Dus die auto moest worden weggesleept. Nou, toen was het zo dat in mijn arbeidsovereenkomst. een eigen risicobeding stond van 150 euro. En daar heeft mijn werkgever mij dan ook aan proberen te houden. Want die heeft gezegd dat ik 150 euro voor dat... akkefietje moest uh, betalen. Nou, en dan blijkt uit artikel... 7661 burgerlijk wetboek. Je hoeft het artikel niet te weten, het is even ter illustratie. Maar daarin staat dat de werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst... schade toebrengt aan de werkgever, of aan een derde... jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden... Um, alleen aansprakelijk is um, als sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet. Nou, die grenzen zijn ontzettend hoog. Sowieso opzet, maar bewuste roekeloosheid is ook, blijkt uit jurisprudentie, um, verschrikkelijk hoog. Dus daar werd in mijn situatie niet aan voldaan. Dus dan zie je dat, ook al is die afspraak in die arbeidsovereenkomst van mij opgenomen, dat had niet mogen worden opgenomen, want um, het contract, de arbeidsovereenkomst, is op dit niet toch omdat sprake was van strijd met een dwingend rechtelijke bepaling. Nou, dat heb ik dan ook gemaild aan mijn werkgever en toen kreeg ik dit ook terug. Dus dat is altijd fijn dat je met je kennis die je opdoet in je, uh, uh, in je studie ook direct, hopelijk over een tijdje al wat kan. Nou, stel, uh, er is wel gewoon een overeenkomst helemaal juist uh, tot stand gekomen. Dus dat artikel 340 spreekt even, speelt even geen rol meer. Um, dan is het zo dat een overeenkomst he, die, die, die uh, uh, schept over het algemeen verplichtingen um, voor partijen. En die verplichtingen moeten dan ook worden nagekomen. En als dat niet gebeurt, dan kunnen we die nakoming, kunnen we daar nog mee. Dan kunnen we soms wat vorderen, maar we kunnen ook uh, uh, nog wat andere dingen doen. En daar gaan we het nu even voor, over hebben. Als er namelijk niet wordt nagekomen, dan is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Dus als niet wordt nagekomen, of niet geheel wordt nagekomen, of niet op de juiste wijze wordt nagekomen, dan is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Um, en daarbij past het artikel 674. Daarin staat namelijk dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeisen daardoor leidt te vergoeden. Tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, dan gaan we eerst even bij die uitzondering beginnen. Als de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, dan is namelijk sprake van overmacht (artikel 675). Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Als dat dus niet het geval is, dan is de tekortkoming. Tekortkoming niet toerekenbaar en dan is sprake van overmacht, artikel 675. En als sprake is van overmacht, dus er is wel een tekortkoming, maar die tekortkoming is nu niet toerekenbaar, um, dan is het zo dat degene die is tekortgeschoten in beginsel ook niet schadeplichtig is. In artikel 678 staat daar echter nog wel een uitzondering op als er een bepaald voordeel is uh, tot stand gekomen. Um, maar dat laat ik even voor wat het is wanneer daar sprake van is. Nou, als er sprake is van overmacht, nogmaals, dan kan de tekortkoming dus niet worden toegerekend. Dan is er wel een tekortkoming, maar dan kan het niet worden toegerekend. Nou, wat kun je dan wel doen? In dat geval kun je wel ontbinden. In artikel 6265 staat namelijk. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van één van haar verbindenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dus waarvoor van prestatie van artikel 674 toerekenbaarheid is vereist, is voor ontbinding artikel 6265 toerekenbaarheid geen vereiste. Ook al sprake is dus van overmacht kun je ontbinden. En vaak is dan het verzuim niet mogelijk, omdat er nu juist sprake is van overmacht. Oké. Okay. Dus dat is even, want dat wordt wel eens vergeten op het tentamen of, of gewoon door studenten: dat uh, men denkt dat bij, bij ontbinding ook toerekenbaarheid is vrijst. Maar dat is dus niet het geval. Nou, als er nu wel sprake is van toerekenbaarheid, dus de tekortkoming, we hebben afgesproken om deze, dit wetbundel te, te kopen, ik heb dat afgesproken met een van jullie en ik lever simpelweg niet. Nou, dan is er dus sprake van een tekortkoming en kan die tekortkoming aan mij worden toegerekend, dan komen we in artikel 674 lid 1 terecht. Of die tekortkoming aan mij kan worden toegerekend, dat kan op basis van schuld of op basis van risico. Als ik zelf gewoon beslis om dit boek niet aan diegene te leveren, niet over te dragen, dan is het aan mijn schuld, mijn eigen schuld te wijten, dat ik tekort kom. Hè? Dus dan is het sowieso toerekenbaar. Het kan echter ook sprake zijn van toerekenbaarheid op basis van de wet. Artikel 676 BW, als bijvoorbeeld een werknemer... Uh, 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 een tekortkoming, uh, uh, de, schuld, of, uh, de schuldig is van een tekortkoming, dan wordt dat aan de werkgever toegerekend. Dus even in dat voorbeeldje van die leaseauto's die ik uh, rondreed. En toen ik één zo'n auto aftankte met diesel in plaats van benzine, daardoor ging die auto kapot, kon die auto dan ook niet afleveren. Nou, dan is sprake van een tekortkoming. Um, kan die mijn werkgever worden toegerekend? Nou, in eerste instantie zou je misschien zeggen van niet, want het is niet aan zijn eigen schuld te wijten. Hè? Die, mijn werkgever zelf heeft die auto niet naar de Filistijnen gebracht. Dat heb ik gedaan. Dus dan zou je in eerste instantie misschien denken, kan niet worden toegerekend. Maar dan kan dat toch op basis van de wet, artikel 76 Burgerlijk Wetboek. Mijn werkgever is namelijk risico-aansprakelijk voor mij in dit geval. Nou, en dat kan ook nog op. Uh, andere manieren in de wet en onder andere ook op de grond van de verkeersopvatting. Nou, als er dus uh, sprake is van een toerekenbare tekortkoming, dan moeten we de volgende stap gaan zetten. Dan moeten we namelijk gaan bekijken of nakoming nog mogelijk is of nakoming onmogelijk is. Nou, vaak zal nakoming nog mogelijk zijn. Het voorbeeld van die. Uh, uh, auto, zouden we nog kunnen zeggen dat uh, die auto kan gewoon weer worden gerepareerd en dan kan die auto uiteindelijk worden uh, afgeleverd alsnog. Maar soms is nakoming helemaal onmogelijk. Stel, we hebben afgesproken om dit boek te verkopen en mijn hele huis gaat in vlammen op. Dit boek uh, is niet meer uh, te, te verkrijgen. We willen echt per se dit boek wat, wat je van mij, uh, wat in eerste instantie van mij is hand, in de handen uh, of wat ik in eerste instantie in de handen had, omdat er een speciale betekenis aan zit of wat dan ook, en niet een andere, andere vorm van dit boek. Uh, dan zou je kunnen zeggen dat nakoming uh, onmogelijk is. Zoals je allemaal hoort, daar zal iets minder snel aan zijn voldaan. Nou, als nakoming volledig onmogelijk is, dan is geen verzuim vereist. En wat verzuim is dat Gaan we zo even bespreken hoor. Maar als nakoming onmogelijk is, is geen verzuim vereist. Voor schadevergoeding op grond van artikel 674, lid 1. Dat blijkt namelijk uit het tweede lid. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen, is bepaald in de tweede paragraaf betreffend verzuim van de schuldenaar. Dus als je een andere zon leest, is juist in dit geval geen verzuim vereist bij uh, uh, het geval dat nakoming onmogelijk is. Nou, ook kun je hier weer ontbinden, artikel 6265, uh, want iedere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis levert in beginsel de mogelijkheid tot ontbinding op. We gaan daar zo nog wel even uh, zien dat er nog wel iets een ander haakje aan zit, maar in beginsel kun je gewoon ontbinden dan. Een nou, ontbinding zorgt voor de schadevergoeding kun je daarnaast ook weer vorderen en voor verbintenis. Maar stel dat nakoming nu wel mogelijk is. Dat dus bijvoorbeeld dat, uh, dat wettenbundel, het boek van mij, nog wel kan worden geleverd. Wat is dan vereist? Nou, als nakoming nog wel mogelijk is, dan is dus verzuim vereist voor schadevergoeding. Dat blijkt uit lip 2, hebben we net ook gelezen. Hè? En wat verzuim is, dat staat uitgewerkt in artikel 81 tot en met 87. Um, en verzuim kan op twee manieren. Twee hoofdmanieren in werking treden: van rechtswegen en via de ingebrekenstelling. En de ingebrekenstelling staat eerder in de wet in artikel 82, maar ik begin bij van rechtswegen. Ik begin namelijk eigenlijk altijd bij de uitzonderingen. Op het moment dat je naar de uitzondering hebt gecontroleerd, dan weet je of wel of niet de hoofdregel van toepassing is. En dat dwingt je om niet direct naar de hoofdregel te springen. Nou, Verzuim treedt van rechtswegen in op het moment dat een fatale termijn is verstreken. Dus hè, dat is het voorbeeld dat je waarschijnlijk ook al eerder hebt gehoord. Maar stel, uh, uh, twee mensen gaan trouwen en er wordt afgesproken met een kleermaker om uh, uh, op 8 februari. Ze gaan op 8 februari en er wordt afgesproken met een kleermaker dat hij daarvoor de bruidsjurk af zou hebben. Nou, stel, het is uh, 8 februari geweest, dan hebben we niet zoveel meer aan die uh, bruidsjurk. Als de uh, kleermaker dan niet is nagekomen, dan treedt het verzuim van rechtswegen in, omdat sprake is van een fatale termijn. De opmerking verdient nog wel even daarbij dat niet elk afgesproken termijn vertaal is. Dat moet dus echt heel nadrukkelijk uit alle omstandigheden blijken. Nou, ook in het geval van onrechtmatige daad hoeft niet nogmaals verzuim eh, in te treden. Of dat treedt dan van rechtswegen in, pardon. Op het moment dat iemand uh, uh, een onrechtmatige daad heeft gepleegd, dan heb je al iets gedaan wat fout is gedaan. Dan zou het raar zijn als je dan nog weer een omweg zou moeten nemen om uh, dat verzuimbewerking te laten treden. Of als er uit een mededeling van de schuldenaar blijkt dat die sowieso niet meer zal nakomen. Nou, als niet sprake is van een van die manieren van rechtswegen waardoor het verzuim in kan treden. Dan is voor verzuimen een in ingebrekend vereist. stelling vereist, pardon. Artikel 682 burgerlijk wetboek. En een ingebrekend stelling. Uh, dat wordt gedaan door een schriftelijke aanmaning. En in die schriftelijke aanmaning wordt een, moet een redelijke termijn worden geboden voor nakomen. Dus in het voorbeeld van het boek. Zal diegene aan wie ik het boek heb verkocht moeten zeggen: Ja, Son, op een papiertje, lever dat boek binnen een week, um, want anders kom je in verzuim. Nou, als dus nakoming nog mogelijk is, dan is dit allemaal eerst vereist voor schadevergoeding. Dat bleek uit artikel 674, lid 2. Maar ook voor vervangende schadevergoeding, artikel 687, en voor ontbinding, artikel 6265, lid 2, is verzuim vereist op het moment dat nakoming nog mogelijk is. Ik zei al, we komen namelijk nog even bij het haakje terug van artikel 6.265. Ik zei namelijk in het begin, lid 1, iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbindenissen geeft aan de wederpartij de bevo bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. Maar in lid 2 staat wel dat voor zover na nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, Ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de schuld naar een verzuim is. Dus je hoeft niet aan het toerekenbaarheidsvereiste te voldoen, maar als nakoming nog wel mogelijk is, moet je wel voldoen aan het verzuimvereiste. Dus let daar goed op. Daar gaat het namelijk vaak fout dat men die toerekenbaarheid en uh, verzuim door elkaar haalt. Nou, dan even een oude tentamenvraag. Nogmaals, jullie hoeven hem niet te doen, ik doe hem wel even zelf, want dat is voor iedereen het prettigste. Bas die plaatst een advertentie waarin hij zijn bankstel voor 250 euro te koop aanbiedt. En Kees die ziet die advertentie en is geïnteresseerd in het bankstel. Uiteraard, het in de advertentie vermelde telefoonnummer, maar vergist zich in de laatste twee cijfers. Zodoende krijgt hij Henk aan de lijn. Voordat Henk iets heeft gezegd, vertelt Kees dat hij de advertentie in de krant heeft gezien en dat hij de bank graag wil kopen, maar voor maximaal 150 euro. Henk is nogal verbaasd over het telefoontje, maar hij bestaat een grap uit te halen. Hij gaat akkoord met het voorstel en de volgende dag staat Kees met 150 euro bij Bas voor de deur om de bank op te halen. Bas weet van niets en wil de bank voor dit bedrag niet meegeven. Tussen Bas en Kees is geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. En dan is de vraag: is dat juist of onjuist? Nou, als je dit zo leest, komt best wel veel tekst op je af. Dan is het slim om. De verschillende stapjes te zetten. Dus je begint gewoon bij het begin. Nou, Bas die plaatst een advertentie waarin zijn bankstel voor 250 euro te koop aanbiedt. Dat hoef je dan niet op het tentamen helemaal al die stapjes op te schrijven, maar ik laat je dat even zien voor het begin. Je zou namelijk kunnen denken dat dat een aanbod is. Heel officieel is dat niet, maar mocht je dat wel nu even hebben gedacht, dan is dat uh, nu voor dit vak nog niet zo erg. Maar heel officieel is dit geen aanbod, blijkt uit het Hofland-Hennes-arrest. Nou, dan op een gegeven moment krijgt um, uh, Kees, he, die belt, die is namelijk geïnter uh, geïnteresseerd in uh, uh, de bank. En die krijgt Henk aan de lijn. En dan zegt Kees dat hij de uh, advertentie in de krant heeft gezien. En dat hij de bank graag wil kopen, maar voor maximaal 150 euro. Nou, dat zou je kunnen zien als een aanbod van Kees aan Henk. Nou, en die, uh, uh, die Henk he, die, die heeft helemaal die bank niet. Maar hij gaat wel akkoord met het voorstel. Hoe kun je dat dan zien? Als een aanvaarding van Henk naar Kees. Bij beide is er namelijk een wil die door een verklaring wordt geopenbaard. Dus tussen Bas en Kees is inderdaad geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. Maar wel tussen Kees en Henk. Dat die Henk die bank helemaal niet in eigendom heeft, maakt in dit geval niet uit. Nou, dan gaan we nog even kijken naar de verbindenissen uit de wet. Ook een onderwerp van vorige week. En de verbindenissen uit de wet die zijn te onderscheiden in rechtmatige daden en onrechtmatige daden. En de rechtmatige daden, die laat ik even voor wat het is nu. Die zal ik op de volledige cursus wel bespreken. Maar dat hebben jullie, denk ik, in de werkgroep ook wel gezien. Um, die spreken op zich redelijk uh, voor zich. Maar ik wil even wat nadrukkelijker naar de onrechtmatige daad kijken, de onrechtmatige daad. Uh, artikel 662, burgerlijk wetboek, is namelijk een heel belangrijk artikel. gaat zelfs in het derde jaar burgerlijk recht 3, gaat alleen maar over de onrechtmatige daad. Of eigenlijk alleen maar over de onrechtmatige daad. Met nog wat kleine andere dingetjes, maar het is dus een heel belangrijk artikel. En uh, wat staat er in artikel 662? Uh, nou, daarin staat. Dat hij die andere, een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dient te gevolgen leidt, te vergoeden. Nou, hieruit kunnen we verschillende elementen halen. Allereerst moet er namelijk sprake zijn van een onrechtmatige gedraging. En de wet, die spreekt van onrechtmatige daad in lid 1, maar ik spreek liever van onrechtmatige gedraging. Dat doe ik niet alleen, maar dat doen ook wel wat docenten op de rug liever. En dat is omdat de onrechtmatige daad het overkoepelende is, maar de onrechtmatige gedraging is een subelement daarvan. Als echter aan de overige vereisten van de onrechtmatige daad niet is voldaan en alleen maar aan de onrechtmatige gedraging, aan dat kenmerk, dan kom je alsnog niet tot de onrechtmatige daad. Nou, dat klinkt allemaal vrij scriptisch, maar we gaan het zo met een voorbeeld nog even zien. Allereerst moet er dus een onrechtmatige gedraging zijn en die moet de dader kunnen worden toegerekend. De, de, de pleger van die onrechtmatige daad... is misschien beter om te zeggen... kunnen worden toegerekend. Nou, um, daar gaan we zo ook nog even over hebben. En dan komen we erbij... dat is verplichte schade... dus schade is weer een kernelement... moet schade zijn. En dat kan vermogensschade zijn... of immateriële schade, artikel 695. En als laatste... die de ander dient de gevolgen leidt. En uit dient de gevolgen kun je afleiden... dat er sprake moet zijn van een kausaal verband... Tussen de gedraging en de schade. Nou, en bij het kausaal verband geldt, als minimum eis, de conditio sine qua non, oftewel de voorwaarde zonder niet. Dus als minimum eis geldt dat je moet bewijzen dat zonder deze gedraging de schade niet zou zijn ontstaan. Nou, en afhankelijk van welke leer je aanhangt, uh, dat laat ik nu ook nog even voor wat het is, dat is namelijk ook bij andere vakken meer van belang. Um, maar zou je nog een extra stap moeten zetten? Bij ARW is het namelijk vaak voldoende om die minimum te zetten. Dus voor, normaal gesproken is het dan voldoende om in een uh, tentamenvraag of werkgroepvraag te zeggen: van nou, zonder dat deze onrechtmatige gedraging niet was gepleegd, zou de schade niet zijn uh, tot stand gekomen. Oké, okay, de schade en kausaal verband, dat spreekt redelijk voor zich. Ik wil nog wel even kijken naar de onrechtmatige gedraging. En naar de toe, uh, toerekening aan de dader. Um, nou, hier komt even heel veel tekst. Um, maar wanneer is nu sprake van een onrechtmatige gedraging? Dat staat in lid 2. Daarin staat namelijk: Als onrechtmatige daad, maar ik lees het dus weer liever als onrechtmatige gedraging, worden aangemerkt, een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht. of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. In een ander de aanwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond. Rechtvaardigingsgrond. Dus allereerst een inbreuk op een recht levert een onrechtmatige gedraging op. Nou, waarbij kun je dan bijvoorbeeld denken nou, op een inbreuk op het eigendomsrecht. Stel we hebben dat boek weer. Ik heb het al een paar keer als voorbeeld genoemd. En een van jullie gaat uh, dat boek helemaal vertrappen. En misschien dan ook al een fik steken. Dan maak je inbreuk op mijn eigendomsrecht. Het is namelijk mijn wetboek. En ik geef jou geen toestemming om dat boek te vernielen. Dan wordt er dus inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht. Nou, hier passen ook twee um, uh, verplichte arresten bij, het, namelijk het kraai- en roekenarrest. Daaruit blijkt dat hinder uh, ook een onrechtmatige gedraging kan opleveren. En het Edamse bijstandsmoederarrest. Daaruit blijkt dat inbreuk op een grondrecht een onrechtmatige gedraging kan opleveren. Nou, hinder en dus. Uh, ook inbreuk op grondrecht kunnen ook uh, uh, een onrechtmatige gedraging opleveren, maar in de meeste werkgroepcasussen en ook de meeste tentamenvragen zal er sprake zijn van inbreuk op een recht als je bij deze uh, categorie komt. Nou, tweede, doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht, dat gaan we zo ook nog even zien. En de uh, derde uh, uh, grond is een doen of nalaten in strijd met een zorgvuldigheidsnorm. Nou, dat is de grootste. Categorie waarbinnen de meeste gevallen vallen. En dan is even van belang dat het Zut Waterkraan, dat is een verplicht arrest, uh, dat daarin is bepaald dat nalaten geen onrechtmatige gedraging is. Maar dat is een verplicht arrest, maar dat is, die rechtsregel is alweer opzij gezet door het ook verplicht arrest Lindeboom Cohen. Dat arrest is namelijk later gewezen. En daaruit blijkt dat juist handel of nalaten in strijd met een zorgvuldigheidsnorm. wel een onrechtmatige gedraging kan. Opleveren. Dus hou dat onderscheid goed in je hoofd dat um, dit juist wel kan zorgen voor een onrechtmatige gedraging. En dus, denk dus niet dat de regel van Zutpunse waterkraan nog steeds uh, geldend recht is. Nou, wanneer um, uh, dat is nog wat verder uitgewerkt, onder andere ook bij de gevaarzetting, het kelderluik arrest. Wat is namelijk daarin bepaald dat op het moment dat een gevaarlijke situatie wordt gecreëerd dat uh, je ook uh, daarvoor aansprakelijk kan zijn... voor het creëren van die gevaarzetting. En zo is het bijvoorbeeld, heb ik in mijn studie bij de studentenrechtbank... een casus gehad waarin uh, een jongetje van een glijbaan afging. Uh, en jullie kennen het allemaal wel, wel bij zo'n binnenbad, bij een glijbaan... Uh, daar heb je normaal zo'n rood of groen stoplicht. Alleen dat stoplicht was niet aanwezig, waardoor mensen niet voldoende afstand... Uh, Hielden en dat jongetje op iemand anders knalde en daardoor een dwarslesie kreeg. Nou, onder omstandigheden kan een partij daar ook voor aansprakelijk zijn. Voor het creëren of in stand houden in ieder geval van die gevaarlijke situatie. En dat moet je dan bekijken of iemand daarvoor aansprakelijk is aan de hand van de mate van waarschijnlijkheid dat het slachtoffer onvoorzichtig is. Dan nou, zou je in de casus kunnen zeggen: spelende kinderen zijn over het algemeen, zeker in de zwembodssituatie, waarschijnlijk onvoorzichtig. Um, de kans op het ongeval. Nou, de kans op het ongeval was vrij groot, hè. Dat het gebeurde als er geen uh, stoplicht is. Dat mensen niet uh, voldoende afstand houden. De ernst van de mogelijke gevolgen. Nou, de gevolgen kunnen ernstig zijn als twee personen tegen elkaar aanknallen in een glijband. Dat blijkt wel ook uit het uh, gevolg uh, hoe dat uiteindelijk uh, zo is geschied. Mag je daar officieel geen, niet op die manier uh, gewicht aan toekennen. Maar dat is hier een hele ernstige situatie uiteindelijk ontstaan. En de bezwaarlijkheid van het te nemen veiligheidsmaatregelen. Oftewel, was het mogelijk om bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen. die hadden kunnen voorkomen dat dit ongeval zou kunnen plaatsvinden. Nou ja, dat had gekund, hè? een stoplichtplaats of een badmeester bij glijbaan, Dan was het mogelijk. Nou, daarbij is dan wel weer zo dat op het moment dat een ongeval wordt veroorzaakt. dat dat in beginsel niet tot onrechtmatigheid leidt, verhuizende zusjes. Dus alleen als je. Aan de hand van de kelderkluikcriteria komt dat er sprake is van onnogmaatigheid, dan wordt onrechtmatigheid aangenomen. En niet altijd per definitie omdat een ongeval is voorgevallen. Nou, en die andere um, arresten, die laat ik nu even voor wat het is. We gaan namelijk even kijken naar de toerekening aan de dader. Artikel 662, lid 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend. indien zij te wijten is aan zijn schuld. of aan een oorzaak, welke krachtens de wet. of de in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. De onrechtmatige daad, oftewel de onrechtmatige gedraging. moet dus toerekenbaar zijn. Hè? Pas als het ook daarom wordt voldaan. en de andere drie vereisten. is sprake van een onrechtmatige daad. Nou, net als bij wanprestatie. zien we ook hier dat toerekenbaarheid. op verschillende manieren kan. Dat kan namelijk in eerste instantie op basis van schuld, door onvoorzichtigheid, onoplettendheid of opzet. He, een van jullie uh, vernielt opzettelijk mijn wetboek, bijvoorbeeld. Nou, dan is sprake van toerekenbaarheid op basis van opzet, he, op basis van schuld van die persoon. Maar ook hier kan, net als bij de wanprestatie, dit ook op basis van de wet geschieden. Uh, nou, en dan zie je hier. Uh, weer uh, heb ik enkele wetsartikelen neergeschreven waarbij daarvan sprake is. En bijvoorbeeld ook weer hier, artikel 670... de werkgever is aansprakelijk voor daden van de werknemer. Dus ook hier weer sprake van de risicoaansprakelijkheid. En in artikel 664 en 669... Uh, zie je de situaties voor risicoaansprakelijkheid of schuldaansprakelijkheid... op het moment dat sprake is van een situatie met een kind... Die precieze leeftijdsverschilgrens zal ik dan nu even niet ingaan in deze cursus. Maar dat hebben jullie, denk ik, in de werkgroep wel met, wel met een vraag uh, uh, gehad. Nou, en nogmaals wil ik even ter herinnering brengen. dat aan alle vier de vereisten moet zijn voldaan. Wil sprake zijn van een onrechtmatige daad. En als aan al die vier vereisten is voldaan, dan zou het in beginsel zo zijn dat. De schade moet worden vergoed um, door degene die die onrechtmatige datus heeft gepleegd. Alleen dan moet er nog wel één extra stap worden gezet. Wat is namelijk de extra stap die moet worden gezet? De extra stap die moet worden gezet is controleren of is voldaan aan het relativiteitsvereiste. Wat is namelijk het relativiteitsvereiste? Het relativiteitsvereiste staat in artikel 663. Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade, zoals de benadering die die heeft geleden. Nou, hierbij past het verplicht, of niet verplichte arrest, pardon, duwbak Linda. Maar het is wel, het is niet een arrest. Maar het is wel een arrest dat vorig jaar uitgebreid in de hoorcolleges is behandeld. En daarvan hebben jullie de opname als het goed is nu ook. Uh, dus het is wel belangrijk dat je dit altijd nog even uh, opschrijft op het tentamen. Het is namelijk zo, dat kan vrij kort om op te schrijven of hieraan is voldaan. Uh, het is namelijk zo dat je, als je ooit met oude tentamens gaat oefenen, dan kan het zijn dat je in de antwoordmodellen uh, niet ziet dat je hiervoor een punt krijgt. Dat is ook namelijk over het algemeen het, zo dat je, ja, dat je dit niet per se verplicht hoeft te noemen, omdat dit bij andere vakken uh, later weer terugkomt en het daar wel uitgebreider moet worden besproken. Um, alleen is er vorig jaar... in het tentamen wat meer focus op gekomen. Dus daarom raad ik je wel aan om ook voor het... tentamen van dit jaar je wel... te gaan aanleren om ook artikel 663... te bespreken. Want het kan zijn dat ze... dus dat dit jaar ook weer... heel belangrijk vinden. Um, als je een vraag krijgt op het tentamen... is het dus belangrijk dat je... alle vier de kenmerken die ik... net heb uh, laten zien en ook eigenlijk... dat vijfde kenmerk behandelt. En dat je dat... Hoeft niet heel uitgebreid, maar altijd een taal opschrijft. Nou, stel, we hebben hier een, een casus. Uh, even een bedachte casus. En we hebben een uh, fietser die door rood rijdt. Is nu sprake van een onrechtmatige daad. Nou, Daarvoor is van belang dat je dus die vier stappen en later ook het vijfde stap van het relativiteitsvereisten gaat doorlopen. Allereerst moet er sprake zijn van een onrechtmatige gedraging. Hè? Nou, is er sprake van een onrechtmatige gedraging? Ja, dat is er, hè? want dan wordt hij in, in strijd met een wettelijke plicht gehandeld. Je mag niet door rood fietsen en dat wordt wel gedaan. sprake van strijd met een wettelijke plicht. Daaraan wordt het voldaan. Wordt er voldaan aan het vereiste van toerekenbaarheid? Ja, het is gewoon aan die schuld of misschien wel opzettelijk te wijten dat hij door rood fietsen. In ieder geval is het aan de persoon die door rood fietst zelf te wijten. Maar zijn we er dan al? Nee, want er moet ook schade zijn. En is dat er hier? Nee, hier is geen schade. Iemand is door rood gefietst, maar er is nog helemaal geen schade. Dus dan kan er ook niet sprake zijn van een onrechtmatige daad. En hier zie je dus ook waarom ik prefereer om van onrechtmatige gedraging te spreken en ook wel ofwel uh, docenten op de rug, omdat dat dus je aanleert om echt die stapjes eerst te zetten. Want ja, je komt hier wel tot de conclusie dat sprake is van een onrechtmatige gedraging. Maar er is niet sprake van een onrechtmatige daad. Zou je van de terminologie onrechtmatige daad gebruik maken? Dan kom je misschien in de war, doordat je hier denkt van ja, er is sprake van onrechtmatige daad, dus is uh, 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 en dat zo op het tentamen beantwoord. Maar pas aan, als aan alle vierde kenmerken is voldaan is sprake van een onrechtmatige daad. Nou, stel dat die fietser dus door rood was gefietst en tegen een auto aangeknald, nou, dan is er natuurlijk wel schade. Dan wordt ook aan het vierde kenmerk voldaan. Is causaal verband? Ja, want als de fietser niet door rood was gefietst, dan was deze schade aan die auto niet ontstaan. Het laatste stapje dan voor de extra uh, uh, zekerheid, uh, wat dus niet altijd een punt krijgt in het tentamen, maar train jezelf om dit wel op te schrijven. Het moet namelijk bij andere vakken toch ook, dus kun je het beter op voorhand al leren. Wordt voldaan aan het relativiteitsvereiste? Ja, de norm strekt tegen schade door ongeluk, want verkeersregels zijn nu juist gemaakt om schade aan... Uh, materiële schade of uh, aan auto's bijvoorbeeld te voorkomen, maar ook aan mensen, et cetera. Dus ja, ook aan dat relativiteitsvereiste wordt in, dit, uh, in deze zin voldaan. Nou, dat was even een Oefenvraag. Dan nog de laatste tentamenvraag. Uh, en dan uh, houden we het voor gezien voor nu. Uh, Albert is kunstrestaurateur Van der Meer is zijn enige werknemer. En op een ochtend komt Van der Meer zeer slecht gehumeurd op zijn werk, omdat hij ruzie met zijn vriendin heeft. Als hij nog maar net begonnen is met zijn werk, smijt hij uit boosheid een ter reparatie aangeboden vaas van Piet Jansen kapot op de vloer. Alleen Albert is aansprakelijk en hij moet ook de schade dragen op grond van artikel 670. Nou, is dit nu waar? Dan gaan we weer even alle stappen zetten. Allereerst moeten we... Hè, gewoon de uh, aansprakelijkheid... van Van der Meer... Uh, bekijken. Want de vraag stelt... is alleen Alberts... aansprakelijk? Nou, dan moeten we controleren of... misschien niet Van der Meer ook zelf aansprakelijk is. Ja, en van de Meer, die is aansprakelijk... op grond van artikel 662. Er is namelijk sprake van een onrechtmatige gedraging. Hè, de, iemand's vaas wordt kapotgegooid. dus sprake van een inbreuk op andermans eigendomsrecht. Toegerekend kan worden op basis van schuld of opzet, misschien ook wel. Eh, op grond van artikel 662, lid 3. Er is schade, nou, materiële schade, de fase is kapot. En er is, wordt voldaan aan het causaal verband, want als Van der Meer die de fase eh, niet op de grond had gekoord, gegooid was, deze schade niet ontstaan. Dus ook Van der Meer is zelf aansprakelijk op grond van artikel 662. Nou, is dan Albert aansprakelijk, want dat vroeg de vraag ook. Ja, ook Alberts is aansprakelijk. Dat blijkt namelijk uit artikel 670 lid 1. Er is dus sprake van een risicoaansprakelijkheid... voor schade aan een derde toegebracht... door een fout. En in artikel 670 lid 1 staat fout. Maar dat, eh, daar kun je lezen... onrechtmatige data. Daar wordt onrechtmatige data namelijk mee bedoeld. Door een fout... Van een ondergeschikte, nou dat is hier gebeurd, hè, want Van der Meer heeft zelf een onrechtmatige daad begaan. Is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervuld aansprakelijk, indien kans op de fout door de opdracht dat het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst zij stond, uit hoofden van hun desbetreffende rechtsbetrekking, zeggenschap had over de gedraging waarin de fout of, of de onrechtmatige daad was gelegen? Nou, en dat hele riedeltje wordt voldaan. Dat hoef je voor AEW nog niet heel veel verder aan, uit te werken. Maar ook Alberts is dus aansprakelijk op grond van artikel 670, lid 1. Nou, dan stond er nog iets in over de draagplichtigheid in de vraag. Alleen Alberts is aansprakelijk en hij moet ook de schade dragen op grond van artikel 670. Nou, daar moeten we dan ook nog wat over zeggen. Dat heb ik nu nog niet in deze cursus behandel, behandeld uh, vanwege de tijdstuur, maar dat hebben jullie wel al een het hoorcollege of werkcollege gehad. Um, in lid 3 van artikel 170 staat namelijk... Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond... beide voor de schade aansprakelijk? Nou, dat is het geval, hè. Van de Meer was aansprakelijk op grond van artikel 662... en Albers via de risicoaansprakelijkheid op grond van artikel 670 lid 1. Uh, Dan behoeft de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding... niet in de schadevergoeding bij te dragen... tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Nou, en daarvan was sprake, hè? Die Van der Meer heeft opzettelijk die vaas kapot gegooid, dus daaruit blijkt dat um, Van der Meer moet bijdragen in de schade die is gelegen. En wat betekent dit? Want mensen vinden dat vaak een beetje moeilijk om het verschil tussen, uh, 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 tussen uh, aansprakelijkheid en draagplichtigheid te zien. Ik kom zo bij je vragen, hoor, Kenzaps. Um, maar. Uh, wat kan er nu gebeuren? Degene van wie de faas is, kan beide aanspreken. Dus kan zowel Van der Meer aanspreken, maar ook uh, Alberts. Mag dus kiezen of beide. Um, en uiteindelijk, als degene die wordt aangesproken is door de rechter, wordt verplicht om te betalen. Dan in die onderlinge verhouding moeten Van der Meer en Alberts met elkaar uitzoeken van wie is nu uiteindelijk draagplichtig voor de schade. Dus wie moet de, uiteindelijk, um, uh, wie moet de uiteindelijke schade dragen. Het is inderdaad zo. Dat jullie de PowerPoint, als het goed is, via de mail krijgen. Dus dan kunnen jullie het allemaal nog even uh, nalezen. Nou, en de relativiteitsvereis... ik heb het hier dus even tussen haakjes bijgezet. In deze tentamenvraag was het namelijk nog niet vereist om uh, dat erbij te noemen. Maar nogmaals, train jezelf erop om dat wel aan te leren. Nou, het is uh, bijna kwart over vijf. Uh, en ik denk ook een lange dag gehad, gezien de eerdere uh, uh, hoorcolleges uh, van vandaag die we moesten bekijken. Um, dus dan sluit hem ook hierbij af. Ik hoop dat jullie er uh, wat aan gehad hebben. Misschien tot uh, uh, bij de volledige cursus en anders uh, heel veel succes met het de tentamen en uh, dank jullie wel voor jullie aandacht zo op de late namiddag nog.